Welkom allemaal. Leuk om jullie hier allemaal te zien. Ik heb jullie allemaal bij de voordeur even mogen ontvangen. Welkom op het eeuwfeest van de Holster. Het 100 jaar jubileum. Maar vorig jaar 101 en dit jaar 102. Er is een klein crisisje tussendoor gekomen. We hebben het een paar keer uit moeten stellen. Maar van uitstel deze keer zeker geen afstel. We zijn hier met heel wat generaties bij elkaar. Ja, dat is natuurlijk fantastisch om daar even bij stil te staan. We zijn ontzettend blij dat u er allemaal bent. En oud-collega's van natuurlijk de Holster, de Heilige Hartschool, kleuterschool de Steenaankers, kleuterschool de Jaagielstraat. En ik hoop dat ik het allemaal goed heb uitgesproken. En uiteindelijk is het allemaal samengekomen en samengevloeid in de Holster. Nou, we zijn hier op het Middenplein. Ik denk dat dingen er best wel wat anders uitzien dan vroeger. In ieder geval deze tent stond zeker niet. Die is gisteren pas opgezet. En we hadden op mooi weer gehoopt. Het is ook geen super slecht weer, maar de tent maakt het en gezellig en ook een stuk droger. Straks komen jullie oud-leerlingen. Tot die tijd is het leuk om met elkaar even bij te praten. Daar zijn jullie al hartstikke goed mee begonnen. Ik heb zometeen ook nog wat huishoudelijke mededelingen. Die doe ik achteraf, maar om eventjes terug te kijken heb ik ook een klein verhaaltje gemaakt. Een klein gedichtje. Goed, de Holster. Letterlijk de buitenste schil van de vrucht, dat is onze school. Al 102 jaar vervullen wij in meerdere generaties vanuit passie en liefde voor het vak en de kinderen deze belangrijke rol. Hier nu met verschillende generaties, juffen en meesters bij elkaar. Kijken we terug, vieren we en proosten we op naar de volgende 100 jaar. 100 jaar onderwijs in Gielsen staat voor verbinding en meer dan onderwijs alleen. We kijken terug naar vroeger en concluderen, wat hebben we stiekem toch veel gemeen. Iedere generatie kent de uitdagingen van die tijd. Mondigere ouders, grote klassen, ruimtegebrek, lastige problemen, weer nieuwe ontwikkelingen, enfin, ga zo maar door. Maar de uitkomst is immer hetzelfde. Stropen de mouwen met een korop en we gaan ervoor. De tand destijds hebben we goed doorstaan. En de boom van onze vruchten staat stevig geworteld in de Gielsense grond. Dat is aan u allen en al uw rollen zo tezamen te danken. Dat menig kind hier al 100 jaar zijn veilige plekje vond. De Holster beschermt de vrucht tot deze tot wasdom komt. Wij leggen die basis, onderwijzen ze en ouders voeden ze op, zodat de kinderen leren staan stevig op hun eigen grond. Dit jubileum brengt ons ook terug naar vroeger. Want even onder ons, vroeger was alles beter, toch? Is toch altijd het verhaal? We konden lekker roken in de klas, paften onze voorbereiding weg bij de koffie en in de pauze deden we het andermaal. We hadden vroeger geen... Er wordt al gewezen, zie ik. Er wordt al gewezen. Geen gedoe over mondkapjes. Anderhalve meter en zo meer. En als iemand nieste, dan riep je niet corona, maar riep je zet hem op, dan hebben we morgen gewoon mooi weer. We hadden geen plusklas, ADHD, dyslexie of zoiets. Je deed maar gewoon je best. En anders stond je in de hoek, ja, deed je maar even niets. Ja, nog verder terug, kreeg je voor kletsen gewoon een ferme tik met een wisser. Ik denk nog wel eens met weemoed terug aan die tijd en denk dan aan het afschaffen van de pedagogische tik was toch een enorme missen. Niet? Nou, dit bedrijf. Geen keuringhouders, brieven van advocaten en prinsesjes op even zoveel etten in de klas. Of ligt het toch allemaal net wat genuanceerder en lijkt het maar dat vroeger alles beter was. Ook toen waren er problemen, uitdagingen en zo meer, moesten alle collega's ook toen keihard werken. Haalden het beste uit de kinderen, keer op keer.
waren geen onderwijsassistenten en van klassenbegeleiding was echt geen sprake. Maar er was ook geen computer die stuk kon gaan, dus ja, die hoefde je ook niet te laten maken. Je bord ging altijd aan en het krijtje deed altijd dankbaar zijn werk. Er was geen mail, dus we praten nog met elkaar. En dat was pas echt sterk. We werden ook niet continu afgeleid door die vermaledijde telefoon. En je was heerlijk onbereikbaar als je thuis was. En dat was toen echt gewoon. Ja, resumerend kom ik dan toch tot de conclusie. Alles heeft zijn voor's en tegens, maar in de toekomst van de school heb ik in ieder geval veel fiducie. We hebben namelijk een sterk team met veel jonge en ervaren krachten. Een nieuwe generatie die het stokje van u overneemt. Er staat ons echt een mooie toekomst te wachten. Ik heb graag straks met u het glas op de polsen, de kinderen en op de volgende 100 jaar. Ik dank u allen voor uw komst en wens u een heerlijke avond. Alvast proost.